morning, YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en ik heb vandaag voor jullie weer een commentary. Ja, het is alweer eventjes terug, hè. Ja. Hey, het is voor mij een hele drukke tijd geweest. Ik ben nou ook weer gewoon zoals gewoonlijk druk aan het werk. En heb ik ochtenddiensten gehad. En die ochtenddiensten, dat is echt... Ik heb het al een paar keer, of tenminste, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik heb het wel eens een keer gezegd. Die ochtenddiensten, dat is zo fucking dramatisch. De dag van tevoren moet je gewoon om 10 uur je nest in. En om 5 uur gaat het wekkertje dan. Ik moet om 6:30 dan beginnen. Dus dan ben ik zo rond 6:00 ben ik op mijn werk. En ja, dan moet ik me omkleden en alles. Dan moet ik aflossen. Het is echt dramatisch om gewoon zo vroeg je nest uit te gaan. Ik ben helemaal kapot. Ik kwam vanmiddag kwam ik ook thuis. Ik was zo erg gesloten. Ben ik gewoon eerst even 1/2 uur op de bank heb ik gelegen, weet je. Zo verrot was ik. Maar goed. Ja, na het eten, weet je wat, ik ga toch even een commentary maken. Want ik heb, zoals jullie hebben kunnen lezen... op Twitter heb ik een nieuwe motor gekocht en een nieuwe auto heb ik gekocht. Nou, met die auto ben ik ook 2-3 dagen bezig geweest. Het is ook een heel verhaal geweest, hè? Want daar heb ik ook al een keer een commentary over gemaakt. Met die ratten van die gasten, die autoverkopers, zeg maar. Asociaal volk. Maar goed, nou ook nog eens keer een nieuwe motor. Dus mijn geld is nu eigenlijk helemaal op. Er werd al geroepen op Twitter ook al van Jeff, YouTube money. Ja, inderdaad. YouTube money, dat is nu ook op. Ik had precies 25 cent, dus ik kon precies dat achterlichtje betalen, het lampje zelf. Nee, maar er zit geen stuiver YouTube money in, hoor, geloof mij. Want ja, als je dat niet hebt, dan kan je dat ook niet aan uitgeven, toch? Nee. Oké, ik zit ook even te denken, want ja, die motor die is van mijn schoonvader geweest. En die heb ik nu overgenomen. Wat is nou het verschil? Vrij weinig. Het enige verschil is dat deze zwaarder is qua cilinderinhoud, maar ook gewoon qua gewicht. Deze heb ook een sissy bar. Sissy bar, dat is zo'n rugleuningje achterop en van die kleine koffertjes. Ik vind het wel heel erg mooi staan erop. En het is natuurlijk zeer makkelijk. Misschien hebben jullie zoiets van Jeff, heb meer hobby's. Dat is ook een hele leuke serie. En misschien kun je daar ook even een videootje over maken. En over zijn autootje en over zijn motortje. Dan ga ik dan meteen even vloggen, zeg maar. Dus dat ga ik dan even doen. Laat het dan gewoon even weten in de reacties als je dat zou willen. En als je dat dan zou willen zien en zo. Dan zou ik daar even wat tijd en energie in stoppen natuurlijk. En dan zou ik gewoon eens even wat leuks voor jullie in elkaar gaan zetten. Gewoon wat leuks qua videootje dan. Ook is via Twitter te lezen geweest dat er zijn wat mensen die zijn bezig met een YouTube community. Hoe noem je dat? Bijeenkomst voor kotspelers. En er was gewoon een beetje vraag naar van is er animo voor? Bij ons in ieder geval wel. Bij ons, daar praat ik over de commentators. Er is wel animo voor. Nu is alleen de vraag nog van ja, weet je, zou jij er ook naartoe willen? Weet je, dat is dan een beetje de vraag. Nou, dat kun je dan allemaal even achterlaten. Gewoon op Twitter. Weet ik veel wat. Doe het even naar Fissionate of zo. Tweet het gewoon even naar hem toe. Maar goed, daar hadden we het gewoon over. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd. Van, je kan het ook gewoon hier in de reacties zetten. Hoor, dat is ook geen probleem. Maar er was ook... Ja, ik had ook zoiets van... Nou, het lijkt mij wel heel erg leuk. Maar ja, ik had zelfs zoiets van... Nou, zal er veel animo voor zijn. Omdat het toch wel wat minderjarigen eigenlijk kijken. Altijd in onze video's. Maar goed, dat moet eigenlijk ook niet zoveel uitmaken. Maar ja, je zit er dan wel weer mee van waar moet je het dan weer houden. En gaat het wel... Ja, het is nog niet eens zeker of het doorgaat door allemaal. Maar ik had zelf ook zoiets van, nou weet je wat. Het lijkt me wel leuk, maar het moet niet ergens in de achterhoek liggen helemaal. Want ja, niet de achterhoek, maar gewoon ergens in een gat in de bagger, laat ik het zo zeggen. Want ik heb ook geen zin om gewoon 2,5 uur te gaan reizen. Om daar naartoe te gaan. Heeft je toch een nieuwe auto en een nieuwe motor? Dan moet er toch allemaal geen probleem zijn? Nee, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Maar ja, weet je, ik heb 5 jaar lang op de weg gezeten. Dus voor mij hoeft het allemaal niet. Om zo ver te rijden allemaal. Die tijd heb ik een beetje gehad. In het begin is het altijd hartstikke leuk als je net je rijbewijs hebt gehaald en zo. En natuurlijk vind ik het leuk om een rondje te rijden met de motor. Hè? Zoals jullie weten, je vaan, een maatje van me, die woont in Os, weet je. En dan gaan we er ook gewoon even naartoe rijden. En dan doen we daar ook even een paar bakjes koffie en dan gaan we weer terug. En ja, dat vind ik wel leuk, weet je. En dan zou even goed nog wel een stukje rijden, hoor daar niet van. Maar ik heb gewoon geen zin om ergens in onderin in Limburg ergens te gaan zitten tegen de grens aan, weet je. Ten eerste, ik versta er geen kloot van daar al. En ten tweede, het is me gewoon even te ver. Dus vandaar.
Maar goed, ja, ik was toch eigenlijk ook wel een beetje... ja, had ik zoiets, nou, weet je wat... Vinden jullie dat wel leuk als we dit, dat soort dingen gaan organiseren? We zouden ook nog wel bij mijn broertje terecht kunnen. Hoor. In de kroeg, het zal ook wel geregeld kunnen worden. Weet je, gewoon eens een keer door de week of in het weekend of zo. Weet je, gewoon overdags. Dat bedoelde ik in plaats van door de week. Maar goed, dat snappen jullie wel. Maar goed, ja, daar kan je dan ook terecht, weet je. Dat zou ook nog wel kunnen. Dat kan ik ook nog wel regelen met mijn broer. Dus dat zou ook nog geen probleem zijn. Maar ja, dan moeten jullie weer allemaal naar de Zaanstreek komen. Nou, voor de mensen uit Limburg is dat ook weer een pokken natuurlijk. Dus ja, weet je, ik heb zelfs iets, nou, het is wel leuk als je dat wil gaan organiseren, maar er zitten nog heel veel dingen achter waar je allemaal rekening mee moet houden. Natuurlijk moet je ook wat EHBO hebben, want zoals dat de Dutch YouTube Gathering, daar ben ik dan ook één keer geweest. Dat was ook mijn eerste keer, dat was Dutch YouTube Gathering 8. Videootje heb ik er ook over gemaakt, kan je ook kijken, Dutch YouTube Gathering 8. Weet je wat, ik zet gewoon even een link in de beschrijving. Een erg leuke video, heb ik ook gewoon mensen geïnterviewd. Commentators, maar ook een paar fans. En gewoon een paar random mensen die ik totaal niet ken of wat dan ook. Erg leuk om te kijken. En ja, toen kwam ik daar al ook. En dat was dan in Utrecht. En dat was ook in een hele grote hal. Als jullie de video hebben gezien of zij er zelf zijn geweest, dan weten jullie dat ook. Wat me ook eerst opviel, je kwam ook binnen. Je moest gewoon via je telefoon kon je kaartje eigenlijk laten scannen. Dat was echt super, echt super goed. Het werkte allemaal perfect. Toen ik binnenkwam, ging ik meteen eigenlijk rechtsaf, een beetje richting het podium. En ja, toen kwam ik eigenlijk al meteen mensen tegen van de EHBO. En dat zal natuurlijk ook wel weer allemaal vrijwilligers geweest zijn. Maar dat vind ik echt helemaal top, weet je. Dat was zo goed geregeld, was dat. Ze hadden ook nog wat muziek en zo. Nou, het was niet echt mijn muziekstijl, maar het was wel leuk allemaal, weet je. Het was gewoon goed geregeld. En ik vond het gewoon erg grappig. En ja, nou las ik dit op Twitter, weet je. Dan willen ze dat gaan organiseren dan voor de kotspelers. Het lijkt me ook wel erg leuk. Want de YouTube Gathering, dat is eigenlijk gewoon echt... Gewoon echt YouTube, weet je, alles wat op YouTube staat, dat kan je daar verwachten, dat kan je daar zien, die mensen en zo. Natuurlijk die hele grote jongens, hè, zoals Milan, David en al die mensen. En dat vond ik gewoon leuk en ik had zoiets, ja, nogmaals zeg ik het alweer, maar goed. Voor de kotspelers, Battlefield spelers, ja, wilden we dit ook gewoon gaan doen. En ja, mij lijkt het wel erg leuk en graag zou ik ook even jullie reactie willen weten wat jullie ervan vinden. Of jullie dat ook leuk vinden om daar naartoe te gaan dan. Maar goed, ja, nogmaals jongens, of het doorgaat is nog allemaal niet zeker, weet je. Dat is gewoon een ideetje, dat kwam gewoon bij iemand op en ik vond het dus wel heel erg leuk. Dit werd natuurlijk gestuurd via Twitter. En misschien is het ook wel leuk ook allemaal, weet je. Als je Twitter hebt of je maakt gewoon even een Twitter-accountje aan, weet je. Het is toch helemaal gratis. Dan maak je gewoon even een accountje aan en dan kun je mij ook gewoon even volgen. De link staat natuurlijk gewoon rechts onder in mijn beeld. Maar dat staat ook gewoon in de beschrijving. Kan je daar gewoon op klikken en dan kan je me gewoon volgen. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die Twitter hebben, hè. Paul, Vis, Braadworst. Erik heb het ook. Weet ik van wat allemaal. En ja, die kan je dan ook allemaal volgen, weet je. En af en toe wordt er gewoon eens een keer wat gezegd. Als er eens een videootje online komt, of juist niet. Of als er eens een keer wat is, of gewoon eens een keer wat leuks om mee te delen. Of weet ik veel wat, af en toe komt er nog eens een geintje voorbij. Dat vind ik ook wel grappig. Weet je, dan kan je daar gewoon ook over meepraten. En ik doe het ook wel eens, weet je. Dan ga ik spelen met subs. En dan zeg ik het ook gewoon op Twitter. Van nou, ik ga met subs spelen. Stuur even een berichtje met een code. Geef ik gewoon een viercijferige code. Bijvoorbeeld 4x0. En dan zeg ik niet welke volgorde. Maar dat moet je dan zelf uitzoeken. En dat stuur je dan naar mij toe via de Xbox. En dan kan je gewoon met me meespelen, weet je. Dat soort dingen allemaal. Ook vanwege mijn sponsor, hè. Xbox Totaal. Ik word natuurlijk gesponsord door Xbox Totaal. Komt er ook nog wel eens een berichtjes over. Niet heel veel hoor. Meer via Facebook is dat dan. Ga dat. Hun doen ook veel meer met Facebook. Dan stuur ik dat ook nog wel eens een keer door. Maar ja, ook heel af en toe dan eens op Twitter. Dus ja, Twitter is eigenlijk best wel handig, weet je. Ook als we een keertje gaan stappen met z'n allen. Van nou ja, we gaan daarheen. En als het ook leuk lijkt, dan kun je er ook natuurlijk toe komen. Dus... ja, dat was het eigenlijk. Volg me gewoon op Twitter, weet je. En laat natuurlijk ook even alles in de reacties achter wat je ervan vindt en wat je zelf zou willen. En dan zijn we ook weer een beetje op de hoogte. Ook even in verband met mijn auto motor, dat ik daar even een vlogvideo over ga maken. Ik zit er wel zelf aan te denken om het te doen. Maar ja, ik vind het wel weer jammer, weet je, om heel veel tijd en energie erin te steken. Terwijl er dan eigenlijk weinig wordt gekeken. Ik zet hem er gewoon bij van... weet ik wat, je hebt meer hobby's en dan maak ik daar een videootje over, weet je wel. Dus,
De gameplay zit er alweer op. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet me niet dus ook eventjes te volgen op Twitter. Dan spreek ik jullie later. Dan sluit ik af. 28 op 7. Ciao.